Yo, Nintendo-fans! In de vorige video hebben we hier deze gym verslagen. En dit was de allerlaatste gym die we moesten verslaan voordat we naar de Pokémon League kunnen. Maar we moeten ook nog twee basissen van Team Star zien te overwinnen. Dus dat gaan we eerst doen. Ik spring alvast naar beneden met Koraidon richting de kant waar we naartoe moeten. Als jij dan even je duimpje omhoog doet. En niet vergeet om te abonneren. Ik zie het, hè. Een paar van jullie zijn het weer vergeten. Niet vergeten, jongens. Daar help je mij mee. En knal het belletje aan als je meldingen wil als ik een nieuwe video upload. Want we gaan keihard door Pokémon Scarlet heen. Misschien komen we onderweg naar die Team Star basis nog wel een leuk Pokémonnetje tegen die we kunnen toevoegen aan mijn team. Want ik ben toch nog niet zo overtuigd van mijn team. Voor mijn gevoel zitten er nog een paar zwakke schakels tussen. Ik heb het al eerder gevraagd, maar ik ga het gewoon weer vragen. Welke Pokémon moet er in mijn team? En wie moet eruit? Bijvoorbeeld deze gekke vogel. Moeten we deze gekke vogel in het team doen? Dit is toch niet zo'n hele goede Pokémon? En deze Bug-type Pokémon lijkt me ook niet de allerbeste. Oh, hallo. Oh, jij wil bewijzen dat je wel een goede Pokémon bent. Oh ja, en dan kies je mijn Fighting-type Pokémon uit terwijl jij Psychic-type bent. Dit is niet oké. Ik kan wel Assurance doen. Ja, kijk, nee, jij gaat zeker mij gelijk slopen. Oh. Oké, wegwezen, Espatra. Kijk, weet je wat mijn probleem een beetje is? Ik wil ook gewoon nooit Pokémon in mijn team doen die ik er niet zo cool uit vind zien. Ik wil gewoon een vet cool team hebben. En zo'n gekke struisvogel met al die kleurtjes, dan denk ik al gelijk van ja, maar die ziet er helemaal niet cool uit. Dus die wil ik niet eens in mijn team. Ook al is die misschien heel goed. En dan heb ik soms Pokémon in mijn team die eigenlijk niet zo heel goed zijn, maar er wel gewoon vet cool uitzien. Dat is een beetje mijn probleem. Volgens mij moet ik hier straks echt deze berg weer op, trouwens. Tot nu toe komen we nog niet echt hele coole Pokémon tegen. Oh, misschien is hier Tinkertink. Weer niet, hè? Die horen bij deze ruïnes te zijn, maar ze zijn er gewoon niet. Ik geloof niet dat ik in deze playthrough nog een Tinkertink ga tegenkomen, jongens. Misschien moet ik maar een Primeape vangen en die laten evolueren. Welk level is deze Primeape? Ik vind dat dat mag, jongens. Ik vind dat wij een Primeape mogen vangen, omdat dat nodig is om de evolutie van Primeape te krijgen. Laten we dat gaan proberen. Oké, één Aquajet en hij is voor de helft kapot. Dan twijfel ik toch wel weer of deze Pokémon wel een beetje goed is. Maar misschien als hij gaat evolueren wel. Dan is hij misschien echt een baas. En we hebben hem in ieder geval binnen. Ja, en dan ga ik denk ik toch Tauros eruit halen. Want hij valt me elke keer toch een beetje tegen, jongens. Sorry. Primeape die evolueert op een hele rare manier. Je moet namelijk 20 keer de move Rage Fist gebruiken. En als je dat 20 keer hebt gedaan, dan evolueert Primeape. Dus ik vloog even naar een andere plek. Waar vooral heel veel Hoppips zaten. Die ik ging verslaan. En na 20 keer Rage Fist gebruiken was het eindelijk tijd om Primeape een level up te krijgen. Dus even kijken of ik wat van die items heb waarmee ik hem kan levelen. Ik heb Experience Candies M. Zou het genoeg zijn? Ik ben bang van niet. Oh, bijna. Oh, dan hoef ik hier misschien maar 2 van te geven of zo. Ja, kijk, Primeape gaat een level omhoog. Die wil de nieuwe move leren. Stamping Tantrum. Ja, die wil ik ook wel leren. Maar hier gaat het natuurlijk om. Primeape is evolving. En hij evolueert in een gloednieuwe Pokémon. Laten we kijken hoe die eruit ziet. Dit is te gruwelijk, hoor. En Nihilape. Holy moly. Stukjes haar zweven ook gewoon in de lucht, hè? Hij is helemaal lijp geworden. Hij is helemaal lijp geraged. Zijn wenkbrauwen zijn kapot groot geworden. Ja, wat een zieke Pokémon. En hij is een fighting en een ghost type geworden. En ik heb hoop dat hij dus nog beter is dan die Tauros. Welkom in het team, Annihilape. Wil gelijk nog een andere move leren, Shadow Punch. En die attack gaat nooit mis. Oké, ja, dan wil ik die wel in plaats van Trash sowieso. Heel sick. En dan gaan we nu weer naar de North Province, waar we heel dicht bij de Team Star base zijn. Dat is een Fighting type base, dus misschien hebben we daar ook nog wel heel veel aan Annihilape. Daar recht vooruit is de basis. Ja, Clive is er weer, die is er altijd. Die gaat zijn haar eerst weer even goed doen natuurlijk. Rikachu! Operation Starfall gaat goed. Er zijn nog maar 2 bazen. Deze hele ervaring is echt een eye-opener. Ik ben blij dat ik erbij ben. Maar ik ben nieuwsgierig, Rikachu. Wat denk je over Cassiopeia? Ik heb helemaal nog geen mening over Cassiopeia. Maar Clavel denkt dat Cassiopeia geen haat heeft tegen Team Star. Nee, er moet iets anders zijn. Maar wat is de reden? Nou, goede vraag. Daar gaan we binnenkort achterkomen. Ik heb zo'n voorgevoel dat zij mij nog zo gaat bellen. Hallo mensen. Dit mens zegt, jij hebt echt skills. Er zijn niet veel trainers die mijn Pokémon's aanvallen zo kunnen afweren. En Clive zegt, ja, jij ook, Eri. Jij bent ook goed. Jouw Pokémon kennen hun moves door en door. Maar waarom staat de baas hier bij de
support. Vertrouw je je medewerkers niet genoeg of zo, Erie? En Erie zegt, hey, let even op jouw mond. Doe eens even normaal. Pas eens even op wat je zegt. Ik wil gewoon niet dat iemand anders pijn gaat lijden. En Clive zegt, ik ben ready voor de battle. Nee, ik ga met haar battelen. Ik ga met Erie battelen. Erie vraagt, wie ben jij dan? Nou, ik ben Rikachu. Ik heb al 3 andere basissen opgerold. Dat is genoeg informatie. Laten we gewoon battelen. Oh, iemand komt zich ermee bemoeien. Dit is Carmen. Carmen die zegt, nee, ik ga die hier battelen. Laat mij het doen. En Erie zegt, nee, nee, ik ga het doen. 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 Nou, maakt mij niet uit wie het gaat doen. Laat mij gewoon op A drukken en laat dit gesprek over zijn. En dan gaan we wel zien tegen wie ik dit ga doen. Oh ja, toch tegen de bodyguard. Erie gaat er vandoor. Dit was een beetje irritant. Oh, gaan we 2-2? Oh, nee, toch niet. Nee, Clive gaat toch niet meedoen. Die denkt toch van, nou Rikachu, jij kan dit vast ook wel alleen. Ik bemoei me er toch maar niet mee. Nou, dan lekker niet, joh. Dan doe ik het toch lekker alleen. Tori. Tegen Croagunk en Phalanx. Huh? Waarom heb ik maar 1 Pokémon? Waarom is er überhaupt een Phalanx? Shadow Punch! Staat die Phalanx daar gewoon te chillen? Is dat een wilde Phalanx? Wat doet die daar? Ik ben zo in de war. Waarom is daar een Phalanx? Ik snap er niks van. Hoe kan dit? Waar komt die vandaan? Oh, ik moet nu tegen Primeape. We gaan Primeape tegen Annihilate. Episch dit. Nog een keer Shadow Punch. Die Primeape is gewoon weer sneller. Hoe kan dat nou? Hoe kan die Primeape nou sneller zijn? Dat gaat toch nergens over? Er staat ook niet bij welk level... Oh, hij is level 55. Ja, nu snap ik wel waarom die sneller is. Hij begint Outrage te doen. Ben ik niet blij mee. Ben ik helemaal niet blij mee zelfs. Waarom raakt hij mij? Omdat ik ook fighting type ben. Dat is toch niet zo nice, hè? Ik dacht, omdat ik nu een ghost type Pokémon ben, dan kan ik niet geraakt worden door fighting type moves. Maar dat is helemaal niet waar. Oké, Kyloatrel, let's go. Neem jij het even over anders. Let's go! Ja, maar die outrage is wel sterk, man. Ik denk dat Kyloatrel het ook niet gaat overleven. En ik denk dat ik ook niet sneller ben. Ik denk dat dit... Oh wel, ik ben wel sneller. Ja, dan ga ik dit winnen. Lekker, man, Kyloatrel. Lekker! Heel goed. Heel goed gedaan. Kyloatrel level omhoog. Citadel level omhoog. Kyloatrel discharge leren. En dat gaan we sowieso doen. Doen we maar in plaats van Sparky. En die Phalanx staat daar nog steeds te chillen. Geen idee wat die aan het doen is. Ja, sorry Carmen. Oh, maar dit is wel een flinke basis, man. Level 55 Pokémon. Dat gaat niet goed komen. Ik moet weer gaan trainen, denk ik. Wordt weer gebeld door Cassiopeio. Hier is de fighting crew. Oké, ja, top. Dat wist ik al. Dankjewel voor je belletje. Ik ben hier nog niet klaar voor. Deze Pokémon zijn allemaal level 55 en 56 minimaal. Ik ben dus even aan het levelen. Maar ik dacht, misschien kunnen we ook iets anders proberen. Namelijk, deze Palniard vangen. Ja, jou moet ik dus niet hebben. Ik bedoelde dus ook gewoon die Bisharp en niet deze Palniard. En die gaat natuurlijk nu ook vervelend lopen doen. Ik moet jou hebben, vriend. Ik moet jou hebben. Want Bisharp, die heeft ook een nieuwe evolutie. En als je een Bisharp vangt die in zo'n groep staat bij Palniard, dan heeft hij waarschijnlijk een speciaal item te pakken. We gooien even een ultrabal. Ik heb er net al 1 gevangen, maar die had helaas niet het item wat ik zocht. Ah, en deze vang ik net niet. Dan gaat hij natuurlijk mijn klotsaier nu kapot maken. Ja, oh nee, niet? Oké. Ik heb alleen geen ultrabal meer. Ja, dan mot het maar even in een great ball. Misschien dat wel lukt. Ja, volgens mij is dit de critical catch. Dus dat is nice. Hoppakee. Hier hebben we Bisharp. Die adden we aan de party. Ik heb namelijk niet het idee dat Grafaia het voor mij gaat doen. Die is toch een beetje te squishy. Dus die gaat weg. En dat is de Leader's Crest. En als je een Bisharp vangt met dit itempie. En je verslaat 3 andere Bisharps met deze Bisharp. Dan evolved Bisharp. Vorige nog. Bisharp, Bisharp, Bisharp. 3 andere verslaan. Evolueren. Geen Bisharp meer. Ik heb gewoon het gevoel dat ik mijn team even moet upgraden. Het doet het gewoon net niet voor mij. Oké, hier is er 1. Nummer 1. Het gaat alleen wel moeilijk worden, denk ik. Want deze moves zijn dus allemaal not very effective. Ja, dit gaat heel lang duren. Oké, daar gaat de eerste in ieder geval al. Yes. Ja, en als je dit trouwens wil doen, dan moet je dus wel Bisharps vinden die ook in zo'n groep lopen. Je moet namelijk 3 andere Bisharps verslaan die ook die Leader Crest hebben. En dat kan best wel even een zoektocht zijn. Ik zeg trouwens altijd Bisharp. Maar spreek je het uit als Bisharp of Bisharp? Mijn Annihilate is trouwens al level 57 nu, want die heb ik een Lucky Egg gegeven, dus die krijgt steeds meer XP. Oké, weer op zoek naar Bisharps. Kijk, top, hier loopt er nog 1. There we go, there we go.
Wel zorgen dat we hem verslaan natuurlijk, dat we niet zelf down gaan. We moeten vooral niet bang zijn om ook potions te gebruiken om dat te bewerkstelligen. Want ik hou er toch ook altijd wel van om in ieder geval steel-type Pokémon in mijn team te hebben. Dat vind ik heel fijn. Vind ik altijd heel lekker dat werkt altijd wel goed. Die hebben namelijk niet zo heel veel weaknesses. En een echte dark-type hebben we ook nog niet in het team. Dus dat kan best wel nice zijn, denk ik. Ik denk dat dat voor net een betere balans zorgt. Ik ga even voor de zekerheid toch een potion gebruiken. Want als die nu een critical landt, dan kan het zomaar zijn dat ik opeens deze battle toch verlies. En daar zit ik echt niet op te wachten. Het is soms wel moeilijk genoeg om die Bisharps in groepen te vinden namelijk. Kijk, hij doet ook zichzelf nog even verdedigen. Dus waarschijnlijk ga ik hem nu nog niet eens verslaan met deze Night Slash. Het duurt misschien zelfs nog wel 3 keer voordat ik hem nu versla. Hoppakee. Nog 1 keer. Maar liefst 8 keer Night Slash nodig om hem te verslaan. En daar gaan wij straks waarschijnlijk wel van profiteren. Als wij straks deze geëvalueerde Bisharp hebben. Kijk, deze Bisharp hier staat dus alleen. Dat heeft niet zo heel veel zin om die te gaan pakken. Die heeft namelijk dat item niet bij zich. Deze ook. Deze staat ook alleen. Daar hebben we ook niks aan. Even op zoek naar een groepie. Een groepie Pawnyards met een Bisharp in het midden. Kijk, en daar is de derde groep. Dit zou moeten werken. Oh, hij begint gelijk te defensen. Ja, dit is naar. Want dat betekent dat we hem de hele battle door wat vaker moeten raken. Als hij dat nu echt 3 keer achter elkaar doet, dan gaat dit echt een hele lange worden. Er gaat nu echt bijna geen HP af. Oh, oké. Tenzij we critical hits gaan maken natuurlijk. Doe mij er nog maar zo eentje. Dat is lekker. Ik heb trouwens wel een trage Bisharp gevonden. Dat merk ik wel. Want tot nu toe, elke tegenstander is elke keer sneller dan ik. Dus ik denk dat ik met mijn stats heb ingeleverd op snelheid. Maar dat hij misschien een hogere attack heeft. Of een hogere special attack of whatever. Er moet iets anders zijn wat dan hoger is. Anyway, wij gaan deze Bisharp nu verslaan. Wat? Oh, of toch nog net niet. Hij gaat nog een keer verdedigen. Ja, maar hij heeft letterlijk nog 1 HP. Dus dat schiet niet op voor hem. Hoppakee, lekker. Als ik nu een level omhoog ga, dan zou Bisharp als het goed is moeten evolueren. En dat gebeurt ook. We gaan het zien. Ja, kijk. Bisharp heeft ook een gloednieuwe evolutie. Net als Primeape. En volgens mij is deze ook best wel cool. Ik heb hem nog niet in de game zelf gezien. Maar dit is hem. Oh, wat een goede, vette samurai, jongen. Hij evolueert in King Gambit. En die zit gewoon altijd een soort van op zijn staart. Jeetje, wat een masker heeft hij ook, joh. Niet te doen. Dark en een Steel-type Pokémon. En de Pokédex zegt ook, alleen de Bisharps die echt heel veel sterker zijn dan de andere Bisharps, kunnen evolueren in King Gambit. En hier is die. Oh, heel cool. Hij wil gelijk een nieuwe move leren, namelijk Kowtow Cleave. Heeft waarschijnlijk met een katana te maken. Oeh, 85 power, Dark-type move en die mist nooit. Ik denk dat we die moeten doen in plaats van Night Slash dan, jongens, want die is sowieso sterker dan Night Slash. Minder kans op critical hits, dat wel, maar hé. Dat hij nooit mist is echt heel chill. Laat me even naar deze Pokémon kijken dan. Oh, kijk hem daar. Wat, hij is super snel. Zit hij op een soort van steppy of zo? Ik ben vet confused. Ik dacht, jij komt niet vooruit. Maar jij gaat juist keihard vooruit. Het is alsof jij op een scooter zit, man. Ik noem hem Scootambit. Ja, en dan hebben we in deze video natuurlijk ook Annihilape gekregen. Die loopt hier rond. Ook echt zo'n sikke Pokémon. En dan gaan we in de volgende video de Team Starbase onder handen nemen. Als je dat wil zien, knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik heb 2 nieuwe Pokémon in mijn team waar ik super blij mee ben. En laat even weten wat je ervan vindt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!